is een security management systeem. Eigenlijk alles wat je in een gebouw hebt, wat ook maar enigszins met security te maken heeft, kan je vatten onder security management. En met dat systeem kan je als klant bijvoorbeeld de stromen van mensen in een onderneming managen, monitoren en controleren. De reden dat wij de nieuwe user interface hebben ontwikkeld voor EOS is omdat het de eerste kennismaking is van systeemgebruikers met onze oplossing. Bijvoorbeeld een DSM, bijvoorbeeld een Unilever, een ING, een ABN AMRO. Je ziet hem eigenlijk daar waar klanten iets complex moeten gaan oplossen. We zijn een beetje eigenwijs, eigenzinnig liever gezegd. Wat wij doen is, de klant praat met ons, legt een probleem voor en we proberen daar de best mogelijke oplossing voor te vinden. Dat kan soms zijn dat het iets anders is dan wat de klant wil. Wij willen niet zozeer klantspecifieke oplossingen maken, wij willen oplossingen maken die door meerdere klanten in een marktsegment gebruikt kunnen worden. We willen mooie dingen maken en daar kennen mensen ons ook van. In ons vakgebied, de security-industrie, als men daar praat over NEDAP, dan zeggen mensen van, dat zijn goede spullen, dat zijn mooie spullen. Ja. Wij geloven daar ook in. Het ontwerpdoel van EOS is het gebruikersvriendelijker maken, het simpeler maken en het aantrekkelijker maken van de gebruikersinterface. In EOS hebben we 4 personas gedefinieerd. Extreem gedetailleerde, uitgewerkte gebruikers. De receptionisten, de bewaker, de administrator en de security manager. En eentje kan ik daarvan wel uitlichten en dat is de receptionisten. De taak van de receptionisten is het uitgeven van passen. Dat kunnen passen aan bezoekers zijn, vervangende passen voor medewerkers. En met EOS kan ze dat snel en efficiënt. Als je kijkt naar engineers en interaction designers, die werken heel nauw samen. We zorgen ervoor dat datgene wat de interaction designers bedenken, dat het te maken is. Als engineers iets gemaakt hebben, dan gaan we dat als interaction designers gaan we dat ook toetsen. Ja, de kracht van de samenwerking tussen interaction design en applicatie developer is denk ik dat je door samen te kijken naar van, nou, wat wil de gebruiker en wat zijn mijn technische mogelijkheden, dat je heel snel tot een goed werkende applicatie kunt komen die zowel gebruiksvriendelijk is als ook heel snel te implementeren is. Tijdens een usability test let je op wat de gebruiker doet. Dus het aantal muiskliks die hij uitvoert, de emotie. Dus je neemt zijn gezicht ook op. Je neemt ook op het scherm wat hij voor zich heeft. Daar zie je het aantal muiskliks, zie je daar heel duidelijk. Je laat hem hardop praten en uitspreken van wat hij aan het doen is. Daardoor heb je ook door dat op het moment dat hij de fout ingaat of dat hij even de weg niet meer weet, dan zegt hij dus ook, ik weet het even niet meer. Ik ga op een andere manier verder eens kijken of me dat wel lukt. Dus je weet heel duidelijk, je krijgt heel snel feedback waar de gebruiker waar die mee bezig is. En dat test je dus op een aantal verschillende manieren. In het voormalige programma had de receptioniste 248 schermen nodig voor haar dagelijkse werk. En met de nieuwe EOS hebben we dat gereduceerd naar 4. Weet je, zorg er eigenlijk voor dat je snel toegang kan krijgen tot de verschillende onderdelen van de applicatie. Dus dat zorgt ervoor dat je de applicatie sneller kunt gebruiken. Het mooie van widgets is dat je, ja, afgezien van het beeldscherm, kun je ze ook gewoon gebruiken op een tablet of een andere mobiele telefoon. Dus dan kan een bewaker bijvoorbeeld een tablet meenemen en onderweg zien van, nou, ik moet even deze deur openmaken. Of hey, ik zie dat er een nieuw bezoeker komt. Het zorgt er dus voor dat je zonder al te veel wijzigingen zo'n widget heel snel op een mobiele telefoon of op een portable device kunt gebruiken. NEDAP is ervan overtuigd door slimme mensen bij elkaar te zetten, mensen die talent hebben en die richting te geven, ruimte en mogelijkheden, dan gebeuren de wonderbaarlijke dingen. Dat gebeurt bij NEDAP. In EOS is denk ik een goede balans ontstaan tussen wat kan de gebruiker en wat moet hij allemaal kunnen en wat is technisch haalbaar. Ik denk dat je door het gebruik van deze technologie ontzettend veel kan. En ik denk dat daardoor ook heel veel meer mogelijk is dan dat op dit moment gebeurt.